Hallo allemaal! Te gek dat jullie allemaal hier zijn. Echt heel gaaf. Ik ben van het Blijvertje. We zijn ook, hoor ik een beetje. Het lijkt erop alsof we ook van de ontruimingslijst zijn. Het is een beetje jammer eigenlijk. We wilden ontruimd worden. We hadden er zin in gewoon, echt. Want sinds dat kraakverbod er was, sinds het kraakverbod er was in deze stad, zijn er hele toffe dingen gebeurd. Mensen zijn er gaan opstaan en de kraakbeweging is weer in beweging gekomen. En ook nu, sinds dat het ontruimingsrondje duidelijk werd, zijn er hele leuke dingen gebeurd. Dus daar ben ik al in ieder geval super blij mee. Want kraken is namelijk een actiemiddel en dat blijft het ook, zeg maar. Het blijvertje hebben gekraakt ook als actie. Om de sloop van mooie panden tegen te gaan. Om de afbraak van de sociale huisvesting tegen te gaan. En ook omdat we gewoon leuke muziek willen luisteren zonder ervoor te betalen. Omdat muzikanten ook willen spelen zonder betaald te worden. Omdat mensen dingen willen doen. Omdat ze het leuk vinden om te doen zonder poen voor te vangen. Ik vond het ook gaaf, zeg maar, dat mensen gewoon die niet kraken. Zeker in het blijvertje zijn we maar eigenlijk in de minderheid, die mensen die kraken. Iedereen die over de vloer komt, die is wel betrokken, heeft voeling voor de stad, wil iets hier. En zet zich in ook voor zijn idealen, die je niet kan ontruimen namelijk. Ons feestje morgen in de Dertnoosterbachstraat gaat nog steeds door. Het was een ontruimingsfeestje. We hebben leuke muzikanten, mensen hebben flyers uitgedeeld. Dus kom gewoon lekker langs nog steeds. Ik wil ook nog iets anders zeggen. De Tweedehoofdsterparkstraat was ook een schandalige ontruiming geweest. Want daar gebeurt namelijk ook niks met die panden. Er zijn niet eens bouwplannen en niks is aan de hand. En we waren gewoon morgen ook de straat op gegooid. Zij hebben morgen om 9 uur een kort geding tegen de staat. Kort geding tegen de staat. Wat het blijvertje vandaag in de hoge beroep wel heeft gewonnen. Dus ga ook hun steunen. Ga naar de Parnassusweg. En ga daar in de rechtszaal laten zien wat je ervan vindt. Dus je hoeft er niet tussenin te roepen, maar je moet er gewoon zijn. Ik vind de rechters namelijk niet zo leuk. Nou, in ieder geval, ja. Het feestje gaat nog even door. En wat vooral doorgaat is kraken. Dus laat u nog een keer horen. Ideeën, draaien niet. Kraken gaat door!